Fender is natuurlijk één van de eerste merken waar je aan denkt bij een gitaar. En dan in specifiek de Stratocaster, ook wel de Strat genoemd. Maar zijn broertje, de Telecaster, die is wat minder populair. Onterecht volgens Dennis Hoijenga van Max Guitar. Vertel eens, Dennis. Ja, dat ben ik niet met je eens, Stefan. De Telecaster is eigenlijk een van de eerste echt populaire solid body elektrische gitaren. Komt uit zo'n beetje de jaren 50. Deze die ik mee heb komt uit 74. Dat is ook al een oudje. Wow. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Kun je ook wel zien. Dat kan je ook wel zien. Hij is lekker, hij heeft een betere tijd gehad qua uiterlijk, maar dat vind ik juist vet. Mm-hmm. Wat de Telecaster nou zo mooi maakt versus bijvoorbeeld een straatkaster die ik ook mee heb, waar ik zo ook nog even iets over ga vertellen, is als je naar een Telecaster kijkt, mensen denken eigenlijk meteen aan country. Ja. En mensen denken eigenlijk meteen aan van, joh, super schel en daar kan je eigenlijk vrij weinig mee. Maar het fijne is eigenlijk aan die Telecaster juist, dat die dat hele schelle kan. Dus als je die achterste pick-up pakt, als we hem even verplaatsen naar de middelste selector, dus naar allebei, dan wordt die alweer veel voller en dan helemaal meer naar voren, naar de neck pick-up. Dan hoor je gewoon duidelijk dat die echt wel veelzijdig is en dat je er veel mee kan. Ook als je gewoon een flinke overdriver op trapt, dan heeft hij ook echt wel die growl gewoon. En hij heeft echt, gewoon het leven zit gewoon in een Telecaster. Dat is door dat twangje wat het heeft. Ja, ja. Daar staan ze natuurlijk echt heel erg onbekend. Oké. En ten opzichte van de Strat? Ja, het broertje van de Telecaster. Het broertje, want die kwam later. Die kwam later eigenlijk, inderdaad. Dus als we die even erbij pakken. Nou, wat het voornaamste verschil is tussen de Stratocaster en de Telecaster, dat is natuurlijk één het uiterlijk. Ja. Ik bedoel, ze zien er een stuk wat moderner uit als het ware. Dat heeft ook echt te maken dat ze gewoon een aantal jaar later kwamen. Maar als we ook gewoon inhoudelijk kijken, dan zie je dat aan de Stratocaster. Ja, je hebt dus 3 pickups in plaats van de 2 pickups bij de Telecaster. Oh, ja. Wat je ook merkt, ik heb deze iets gemodificeerd, dat zal ik even eerlijk toegeven. Ik heb de 8e pick-up vervangen voor een dubbele. Uh-huh. Daar gaan we een andere keer wat meer over vertellen, over door een humbucker pick-up. Okay. Maar als we echt naar traditionele straatkaster geluid, krijg je toch een beetje, je hoort het al, hij heeft gewoon wat minder van het scherpe, van het minder hoog, hij is wat poppier. Maar het voordeel van de straatkaster is, je hebt natuurlijk 3 pickups en de meeste hebben een 5 selector switch. Mm-hmm. Die is ergens in de jaren 70 geloof ik, kwam Fender daarmee. Ja. En het verschil is dus, daar kun je heel veel verschillende sounds creëren. Dus je hebt, als we gewoon de achterste pakken, schuif eentje door, pakken we ze allebei. Hoor je al echt een heel erg verschil. Ja. Dan pakken we de middelste. En dan gaan we nog wat verder, pakken we die 2. Hoor je lekker warm worden. Ja. En voorin, dat is natuurlijk heel erg warm. Ja. Dat is echt wel een verschil tussen de straatkaster en de Telecaster ook. Waar de Telecaster, Telecaster wordt natuurlijk wat meer ingezet in de country en eigenlijk de blues. Je ziet de straat veel vaker dan de Telecaster. De straat zie je gewoon veel vaker, omdat hij gewoon veelzijdig is. En eigenlijk ook, de meeste mensen vinden ook als je ze naast elkaar houdt, vinden de meeste mensen de straatkaster ook wel wat mooier. Ik vind zelf juist het authentieke van de Telecaster helemaal te gek. En je kan er gewoon alles mee in principe. Waar met een Stratocaster, daar kan je ook gewoon heel veel mee. Het klinkt gewoon net iets anders. Wow. En mijn voorkeur is eigenlijk, het ligt ook aan mijn dag. Elke dag een andere. En dan nog het verschil tussen de straatkast is ook nog gewoon echt super groot. Dus daar gaan we ook nog een keer over hebben, ongetwijfeld. Dat komt allemaal later. Maar gewoon in de essentie heeft gewoon de Stratocaster meer pickups en een andere configuratie dus. Ja. Waardoor je een andere sound hebt. En die sound is eigenlijk wat warmer dan weer de Telecaster. Wat minder schel en knijpend als het ware.